video op ons YouTube kanaal. Hallo. Ik ga vandaag al jullie vragen beantwoorden naar... Wat gaat jij eigenlijk doen? Hè? Laurens is hier. Gaat je douchen? Dat werkt maar een uur. Sam, ik denk wel dat dat echt helemaal onderin aan het schimmelen of zo is. Je moet maar eens kijken. Dus ik ga een vlog vandaag maken naar aanleiding van mijn juice detox die ik op Instagram had getoond. Dag 1 zit erop. Dit zijn de juices nog voor dag 2. Sam heeft ook meegedaan. Hoe was het? Zwaar, man. Zwaar. Ja. Omdat je het gewoon niet gewend bent. Ja, je bent dat niet gewend. Nee. Het is dus eigenlijk, je drinkt 6 juices op een dag, maar je eet absoluut niks. Nee. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. Als je gewend bent om vrij veel te eten, is dat moeilijk om alleen maar op zakken. Ja, ik had zo vooral tegen de middag echt een inzinking. Ik heb dan ook even een dutje gedaan omdat ik zo moe was. Maar voor de rest is het wel goed gegaan. De sapjes waren heel lekker ook, dus dat is ook wel een pluspunt. En wij hebben de detox gedaan van Bikini Body by Jill. Jill is een meisje vanuit Antwerpen die zo juice detox doet en ook thee detox. Want de thee detox gaan we na deze 2 dagen doen. Dus dit is de thee detox, maakt ze ook helemaal zelf. Dus naar schijnt hetzelfde als de Kardashians en zo doen. Dus dat is wel cool. Ja. En wat ook goed is, dat is niet laxerend. Want ik heb sowieso al gevoelige darmen. En ook die juices en zo. Dat is allemaal echt vers fruit en groente en water. Zodat ik niet naar het toilet moet gaan of zo. Eén ding is heel belangrijk. Ja? Je moet altijd een wc in de buurt hebben. Je moet heel veel pipi doen. Echt heel veel pipi doen. Heel veel pipi doen. Ik ben vandaag denk ik echt 30 keer of zo pipi gaan doen. Ja, ik ook. Zeker 20 keer. Ja. Nou, het ding is ook... ze steekt er zo'n heel plan bij, een detoxplan, dus dat moet je dan helemaal even doornemen. Daar zie je ook wat er in de juices zit. En het ding is dan ook dat je eigenlijk tussenin, om je honger te stillen, extra water moet drinken en groene thee mag drinken. Dus dat betekent dat je nog eens zoveel extra drinkt, waardoor dat je nog meer naar het toilet moet gaan. Dus ja, dat is wel, je moet echt veel pipi gaan doen. Maar ça va, ik denk. Al het vuil gaat uit je lichaam. Ja, al het vuil is weg, gedetoxed helemaal. Ik woog deze morgen, mijn eerste weging heb ik niet opgeschreven. Maar deze morgen woog ik iets van een 57,9. En nu woog ik nog maar 55,2. Maar ik denk wel dat dat logisch is, ook omdat je de hele dag niet eet. Maar je valt er dus ook wel effectief van af. Maar ik heb dat wel heel snel, ook als ik een dag ziek ben of zo en niet kan eten, dan val ik heel snel heel veel af. Maar het drijft ook heel veel vocht al. Ja, weet je, alle vocht gaat weg. Je eet niks, je hebt niks meer in je lijf, dat is logisch, hè. En dan, ja, ik woog dus deze morgen 57,9. En rond de middag woog ik al maar 56,5. Dus Sam woog 73,4, maar heeft zich nog niet gewogen. Hè? Oh. Ik voel echt heel veel verschil. Mijn buik is ook echt heel plat. Ik weet niet of jullie dat zien. Ik trek die nu niet in. En die is echt heel plat. Wat ik normaal niet echt heb. Ja, mijn bovenbuik misschien wel, maar van onder niet. Dus ik merk wel echt verschil al aan mijn lichaam. Sam, niet ja, echt? Ja, wel, maar je voelt dat wel in je lichaam. Ja. Maar niet aan de tracks op. Ja, dat is ook nee, niet normaal. Ja, ja, misschien ben ik niet normaal. Maar dag 1 is dus wel goed verlopen. Ik ga nog wat vragen beantwoorden die jullie hebben gesteld op Instagram. Dat jullie meer te weten komen. Ik zal ook alle info hieronder in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie dat ook terugvinden. Het is echt gewoon puur als je een frisse start wilt maken. Want maandag starten wij echt bij Dylan te trainen. Bij Dylan Hermans. Personal trainer die ons gaat begeleiden. Dus we wilden echt nog even 2 dagen gewoon full on detox doen, zodat we echt goed kunnen starten. Ja, dat is geen dieet of zo. Nee, het is geen dieet. Dus dat is gewoon, ja. En de personal trainer Dylan heeft ook wel gezegd dat dat goed is en dat we dat zeker mogen doen, omdat dat juices zijn en niet gewoon
enkel een soort detox is met laxeermiddel of zo. Dus hij zei, zeker dat mocht je wel doen nu. Dus we hebben goedkeuring gekregen. En ja, ik ga nu de vragen beantwoorden. Situatie van onze douche. We hadden een, hoe noemt dat? Siliconen. Een siliconen die oud was aan het worden. Ja, ja. En de douche gebeurt al wel snel. Dus Laurens gaat dat fixen, hè. Om de hoeveel jaar zou je dat moeten doen in de douche? Weet je dat? Nee. Of maakt dat niet uit? Ik kan blijven dat ik ga loshalen. Ons is gelost. Zo, misschien moeten we hier ook wat doen. Kijk eens. Oh, zet hem aan. Dat is gewoon vooral. Dat mogen we niet los doen. Ah, oké. Okay. Als eerste vroegen heel veel mensen mij hoe de juices eruit zien. En ik zal nu nummer 1 nemen voor morgen. Die ziet er zo uit. Ik moet dat wel even schudden natuurlijk. Zien er zo uit. In een flesje. En je hebt dan bijvoorbeeld nummer 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Dus zo zien juices eruit. Dit is een beauty shot. Die heb ik ook besteld. Dat is een collageen shot voor je huid. Wat heel goed is voor je huid. Dus zo zien ze eruit. Er staan ook echt nummers op. Bijvoorbeeld 1, 3. Dat is dag 3. Maar aangezien dat Sam één dag heeft meegedaan. Heb ik 2 dagen en Sam had maar 1 dag. Dus ik heb dag bijvoorbeeld 1, 1 gedaan. En 2, 1 en 3, 1. En Sam heeft 1, 2, 2, 2, 3, 2 gedaan. En ik doe ook nog 3. Oké, de andere vragen die ik allemaal heb gekregen. Als eerste kreeg ik heel veel de vraag, is het lekker? Ja, het is lekker. Bijvoorbeeld het eerste sapje was komkommer met appel en kiwi. Wat echt een lekker zoet smaakje. Het tweede sapje was zoete aardappel, denk ik, met... selder en nog iets, maar die was iets minder lekker als de eerste, maar nog altijd wel lekker. Smaakte vooral eigenlijk naar water met een selder smaakje, dus eigenlijk wel heel oké. Dan vraagt ook iemand, welke smaak vind je het lekkerst? Ik vond de komkommer met appel en kiwi het lekkerste. Hoeveel keer per jaar kun je dat doen? Ik denk wel dat je dat kunt kiezen. Ik heb dat ooit ene keer gedaan en dat is ondertussen al 3 jaar geleden, denk ik. Dus je hoeft dat echt niet jaarlijks te doen. Dus gewoon als je zegt, kijk, ik wil graag een nieuwe start maken, ik wil gezonder gaan leven en ik wil eerst even mijn lichaam zuiveren, dan is dat echt wel perfect. Romy vraagt voor wat het precies goed is. Het is goed om je darmen te zuiveren, om je energie terug op te wekken en op peil te stellen. Het is ook goed om af te vallen als je wilt afvallen. Daarom ga ik ook geen 3 dagen doen, omdat ik er snel afval als ik niet eet. Dus daarom doe ik ook maar 2 dagen. Sommigen vragen ook, mocht je nog eten? Nee, je mocht niet eten. Je doet eigenlijk, je kiest 1 tot 3 dagen een detox met sapjes. En de sapjes zijn gewoon voedend en hebben alle voedingsstoffen die je nodig hebt. Dus je bent wel best gevoed, vind ik. Ik heb wel even 's middags honger gehad, maar voor de rest viel dat wel heel goed mee. Moet je al die flesjes op 1 dag drinken, vraagt iemand. Je drinkt er 6 per dag. Iemand zegt ook, als dit je eten vervangt, kom je dan niet heel veel tekort. Zoals ik al zei, alle voedingsstoffen zitten erin. Dus in 1 shake zit bijvoorbeeld ook eiwitten. Dus een vegan proteïnepoeder eigenlijk. En zo krijg je wel echt alles binnen wat je op een dag zou binnen moeten hebben. Je darmen kunnen dat gewoon beter opnemen, omdat dat in een liquid vorm is. Iemand vraagt, kan ik de detoxdrankjes ook ergens in Hasselt kopen in de plaats van bestellen? Ik weet niet wat aan Hasselt is. Ik heb gezocht voor Hasselt, maar daar vond ik niks of niemand die dat deed. Dus ik ben bij Jill terechtgekomen en zij zit in Antwerpen. En ik ben het gaan afhalen bij haar in Antwerpen. Je kunt dat afhalen, maar ik denk ook dat ze... levert. Ik weet wel niet in welke regio's. En ik denk ook wel als gevraagd van om halfway elkaar te ontmoeten dat ze dat ook wel doet.
Iemand zegt ook, Lize Seils, denk ik. Ik heb het filmpje wanneer iets tussen uw tanden zit al 100 keren bekeken. Zo grappig. Op mijn Insta-story had ik... Wou ik iets zeggen, maar ik was de juice aan het drinken en er zat er een groot groen stuk tussen mijn tanden. Juice. Oké. Okay. Got it. Wat is het doel voor mij? Vraagt ook iemand. Allee, wat is het doel voor jou? Voor mij is het doel niet om af te vallen, maar wel om hardnekkige vetdingetjes weg te krijgen, zoals in mijn buik. En gewoon voor een clean start. Ik wil gewoon goed beginnen maandag aan mijn health proces, aan mijn workouts, aan mijn healthy voeding, mijn healthy levensstijl. Dus ik dacht, waarom niet dan eerst een detox doen? Mag je nog iets anders eten buiten de sapjes als je echt niet anders kan? Ja, je mag nog komkommersoep eten. Dus je mag wel komkommersoep maken, dat staat ook allemaal in het plan. En dat kun je dan wel ook nog eten. Iemand zegt nog, het ziet er echt niet lekker uit. Is het wel echt lekker? Ja, het was echt wel lekker. Oké, dat waren al de vragen over de detox. Hopelijk heb ik jullie zo een beetje geholpen. Zoals ik al zei, voor mij is het best goed gegaan. Ik heb niet heel veel last gehad, alleen 's middags even een dipje. Maar voor de rest wel oké. Sam had iets meer moeite. Ik denk ook gewoon omdat hij veel meer eet als mij, gewoon al op dagelijkse basis. Dus, maar hij heeft het ook goed doorstaan. En ja, ik voel mij niet echt slap ofzo, of ik heb niet echt heel veel honger. Dus ça va wel. En morgen gaat Laurens de detox doen. Dat is niet misschien. Laurens zou dat ook niet kunnen, denk ik. Nee. Oké, hopelijk vond je het een leuke video. Doe zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen. Dag Laurens. Bye. Morgen. Oh!